Hi allemaal, ik ben Jelena en we zijn er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag, zoals altijd, heb ik een bijzondere Surinamer. En deze Surinamer is creatief bezig op haar eigen manier. Ik ga jullie niet langer in de spanning houden. Vandaag is mijn gast Sherifa Purperhart. What made is a little Q-Time. Welkom Sherifa Purperhart. Thanks for having me. Yeah. Ik ben echt blij om hier te zijn. Well, it's a pleasure, it's a pleasure. Sherifa Purperhart, voor we gaan naar jouw creatieve expressie, niet eens quote-unquote, want dat is wat het is. Wie is Sherifa Purperhart? Wat doe je? En daarna gaan we door. Oké. Okay. Ja, zoals je hebt gezegd, ik ben Sherifa Purperhart. Ik ben 31 jaar oud. Ik ben afgestudeerd logopedist. In het dagelijks leven vind ik zwemmen ook gewoon super. Dat doe ik het liefst. Verder hou ik me ook creatief bezig met schilderen en een beetje doodelen. Doodelen is niets meer als een collage maken van kleine tekeningen. En ja, je mag het gewoon zelf, je mag zelf invulling geven aan je design. En verder doe ik ook gewoon een beetje babysitten in de avond. Dat is het gewoon in het kort. Oké. Dat is alles wat je doet. En terwijl je al die dingen doet, of tenminste tijdens het doen van al die dingen, heb jij een manier gevonden om anderen te helpen. Klopt. Want los van het feit dat je al deze dingen kan doen, doe je het niet alleen voor de quote-unquote gemiddelde persoon. Je hebt je gespecialiseerd in bezig zijn op al die oppervlakken. Met kinderen met autisme. Dat klopt, dat klopt. Kinderen met autisme, dat zie je eigenlijk bijna elke familie steeds weer vaker terugkomen. En vaak genoeg heb je heel weinig activiteiten waarmee deze kinderen zich kunnen bezighouden. En dat is heel jammer, want elk kind moet eerlijke kansen hebben. En vooral binnen onze samenleving. En daar wil ik zeker een bijdrage aan leveren. Oké. Okay. Voor ik je vraag hoe je dat doet, misschien wil je even het kort uitleggen. Wie is iemand met autisme? Of wat is autisme? Zo, autisme is een heel spectrum. Het zijn kinderen die heel moeilijk participeren met en in hun omgeving. Hmm. En dat zie je voornamelijk in de manier waarop ze communiceren met hun moeder. Mijn vader en hun directe familieleden. Oogcontact is gering. Vaak genoeg merk je dat ze daardoor heel laat tot praten komen. Of soms niet tot praten komen. En dat is best wel storend. Iedereen wil het beste uit een kind halen. En als het niet communiceert, dan is het toch wel... heeft het toch wel adequate, ja, en ook adequate hulp nodig om dit tegen te gaan. Oké, en daar kom jij dus daarin. Klopt. Hoe doe je dat? Nou, ik doe het op verschillende manieren, zoals ik eerder heb aangegeven. In de praktijk, in de logopediepraktijk, ben ik bezig 3 keer per week met kinderen met uiteenlopende stoornissen. Zo, dan kan je denken aan autisme, maar ook aan Down-syndroom. En gewoon kinderen die een primaire taalstoornis hebben. Die komen gewoon langs bij de praktijk. Los daarvan heb je ook kindjes die moeilijk eten, moeilijk kouwen, slecht articuleren. En ook volwassenen die broertjes hebben gehad, die kunnen dus ook terecht bij de logopedist. Dus dat is het logopediegedeelte. Dat is het logopediegedeelte. En dan heb je dus ook het zwemgedeelte, waar ik me heel graag mee bezig hou. Mm-hmm. Want vooral de kinderen met autisme, omdat ze zo weinig activiteiten hebben, kunnen ze dus bij mij terecht. En in het zwembad gaan we dan ook werken aan communicatie. Want ze krijgen dus talige opdrachten, wat ze ten eerste moeten begrijpen. Als ze het niet hebben begrepen, wordt het dan uitgevoerd. Zou je me daar een voorbeeld kunnen geven? Ik geef aan, oké, nu gaan we duiken. Het begrip duiken is voor het kind misschien nog niet bekend. Maar als we daarna meteen gaan duiken, dan kan het kind
dat woordje duiken en de actie duiken met elkaar koppelen. En dan zo wek je het begrip op, ja. Mm. En dat kan je ook doen door middel van art. Mm-hmm. We gaan nog even bij dat zwemmen blijven, want als ze dan, hebben ze, is het dan niet extra moeilijk om zeg maar de aandacht te houden of zelfs de aandacht te krijgen? Hoe lang doe je dan zo'n lesje? Gaat dit kind uiteindelijk kunnen zwemmen? Mm-hmm. Oké. Een lesje duurt gemiddeld 45 minuten, waarbij er initieel gewerkt zal worden aan de connectie tussen leerkracht en kind. In het begin heb ik gemerkt dat ik zelf een beetje die gedragingen van het kind zal overnemen om zodoende ook een beetje de aandacht te trekken van het kind. Van, hey, maar hoe doe jij precies als ik? Oké. En dan zo nodig je het kind uit om in het spel, grof gezegd. En daarna, als je dus hebt gewerkt aan die connectie, dan kun je verder gaan. En het vertrouwen is ook heel erg belangrijk. En met vertrouwen kom je heel ver. En dan kan je dus ook werken aan het oogcontact. Want het kind wil ook niet in gevaar gezet worden. Het water is best wel spannend voor elk kind. En het kind kan zich niet permitteren om losgelaten te worden of om aan hun lot overgelaten te worden in die situatie, waardoor je dat kind eigenlijk dwingt om te connecten met je. En daar wil ik zijn. Oké. De connectie wordt gemaakt, het vertrouwen wordt gebouwd. En na 5 lesjes gaat mijn kind dus banen trekken. Ben je autistisch kind? Bedoel je dat? Ja. Nee, we werken voornamelijk aan het zelfredzaamheid van het kind. Want het mag, het is altijd zo, we hebben altijd maar 1 kans. Als we in het water vallen en we kunnen niet zwemmen, heb je maar 1 kans om het gelijk goed te doen. En daar werken we dus aan. Als het kind zich in of bij het water mocht bevinden, dan moet het wel de juiste tools hebben om zich te kunnen redden. En, sorry hoor, die leer je dus aan die kinderen. Iedere keer per les werk je eraan om de zelfredzaamheid te bevorderen, het vertrouwen en de connectie te maken. Oké, als ik merk dat het zelfredzaamheid er al eenmaal in zit, dan zit waarschijnlijk het vertrouwen er ook in. Want als dat er niet was, dan die 2 dingen gaan samen. Wat was de vraag weer? Je hebt het eigenlijk al beantwoord. Je werkt aan de zelfredzaamheid en het... Na daaraan gewerkt te hebben, werk je dan verder aan de communicatie en de interactie tussen leerkracht en kind. En kind. Ja. Oké, dat is heel mooi. En je gaf ook aan, je bent ook artistiek dus bezig met ze. Dus als we niet in het water zijn, zouden we ook arts en crafts kunnen precies, doen? Precies. Want sommige autistische kinderen, omdat ze zo moeilijk praten, is het ook heel moeilijk om met ze te connecten. Is het ook moeilijk te ontdekken wat hun talenten zijn. En door middel van art, kijk zulke mooie schilderijen er hier achter ons staan. Weet je? Dat kunnen ze misschien ook in elkaar zetten. En dat kan je misschien ook verkopen. Jij als ouder kan daar ook wat mee verdienen. Als, we gaan nog niet naar het verdienmodel kijken. Nee, we kijken alleen naar het verdienmodel. Maar ik bedoel, we kijken naar de toekomst. Weet je? Uiteindelijk wil je dat het kind actief participeert in de samenleving. En dat kan je dus op verschillende manieren doen. En deze 2 manieren heb jij dus gekozen. Klopt. Van waar heb je de inspiratie gehaald? Want het vergt natuurlijk heel veel geduld en rust in jezelf om dit te kunnen doen met mensen die zo zeg maar moeilijk te bereiken zijn. Nou, van waar ik die inspiratie heb gehad, dat komt een beetje uit mijn schooltijden. Hmm. Ik was altijd een beetje handje de voorste in het corrigeren van mensen. Dat ik gecorrigeerd werd op een hele goede dag. En toen dacht ik van nee, we moeten het even rustig aandoen. Maar ik was altijd gefascineerd door talen. Mm-hmm. En heb daardoor ook dus die bewuste keuze gemaakt om de logopedische richting in te gaan, op te gaan. Mm-hmm. Ja. En daarna de connectie met deze kinderen? En de connectie want met is het voornamelijk kinderen wat je interesseert in die categorie? Voornamelijk kinderen. En
ook wel gewoon volwassenen met autisme, maar vooral kinderen. Okay. Maar die zijn nog om te buigen. Die zijn vooral, ja. Ze zeggen een boom, een oude boom is moeilijker te buigen en dat is ook wel echt zo. Patronen, steenharde patronen zijn moeilijk te verbreken. Okay. Nou, het is heel mooi waarmee je bezig bent. Maar als iemand nu zou kijken, waar kunnen ze je bereiken? Hoe kunnen ze contact met je opnemen? Mm-hmm. Hoe gaat dat proces voor jou? Wel, voorlopig is het gewoon via mijn persoonlijk nummer. En ook via Facebook kan je me gewoon vinden onder mijn naam. Verder val ik onder de paraplu van de Babbelaar. Dus je kan me dus ook vinden in het Sint Vincentius ziekenhuis. Waar ik dus 3 keer per week consulten doe. En zo ook actief mijn bijdrage leveren. Oké. Okay. Is er een boodschap die je wil geven aan ouders die misschien thuis zitten en denken van ik herken dit en ik zal dat... Oké, dan heb ik misschien niet heel veel verteld over de gedragingen van autistische kinderen. Misschien is het ook even handig als ik dat heel snel toelicht. Heel snel toelicht. Als je merkt dat je kind heel weinig oogcontact maakt. Onjuist speelt, of niet onjuist speelt, of een beetje raar speelt met speelgoed. Als je een autootje hebt, dan verwacht je dat het kindje gaat rijden met die auto. Maar misschien wordt die auto op zijn kant gelegd of op zijn kop gelegd en worden er rare dingen mee gedaan. Dat is misschien ook een indicatie. Als je merkt dat je kind veel in cirkels draait en doet aan zelfregulering. Als het overgevoelig is als het op het gebied van geluiden en touch. Sommige kinderen houden niet van fysieke aandacht. Dat zijn zeker punten waarop je zou kunnen letten. Dat zijn indicaties. Maar zelf als iemand die bezig is met deze mensen, is er een boodschap die ze zegt van probeer iets anders, maak gebruik van mijn diensten. Dat bedoel ik meer in de zin van... Ja. Het is sowieso handig om vroeg die hulp te bieden. En maak dus, denk aan je huisarts, denk aan misschien een psycholoog, denk aan een logopedist. Denk aan een KNO-arts, want je hebt ook soms kindjes die niet zo goed horen en waardoor ze dan laat tot praten komen. Dus al dat soort disciplines, daar zou je zeker aan kunnen denken. Nou, ik vond dit een heel leerrijk interview en ik wil je bedanken voor je aanwezigheid. Yes. Ik heb heel wat kunnen leren in deze korte periode. En ik zou zeggen aan de kijkers, natuurlijk ook bedankt voor het kijken, maar als jij thuis bijvoorbeeld iets zou merken en denkt van, hey, dit lijkt wel iets waar ik voor mijn kind of gewoon misschien voor mezelf of iemand in de omgeving dat we hiervan gebruik zouden kunnen maken, maak contact met Sherifa Purperhart. Haar nummer komt in beeld. Je kan haar vinden op social media. En wie weet haal jij ook hier iets positiefs uit. Nogmaals bedankt voor het komen. En jullie bedankt voor het kijken. En remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.